Welkom bij Studio Schilderswijk. We gaan je een aantal vragen stellen over het WK. Om te kijken of je het volgt en of je verstand hebt van voetbal. Mag ik hopen? Dat is over na zo'n lange tijd. Dus dan mijn eerste vraag is, volg je het WK? Ja, zeker weten. Als voetballiefhebber is het WK eigenlijk hetgene waar je op wacht om die 4 jaar om te kunnen bekijken. Aan de beste spelers op één toneel. En voor welk land ben je? Ik voel me ook al, maar ik ben onderhand op vakantie. Dus naast Marokko was ik ook voor Argentinië, omdat ik een grote Messi fan ben. En eigenlijk de landen die over zijn, ben ik voor Brazilië en denk ook dat Brazilië uiteindelijk het hele toernooi gaat winnen. En hoe vind je dat Nederland niet meedoet? Jammer natuurlijk. Voor ons is het natuurlijk, Marokkaans en Nederlands. Is het natuurlijk leuk als allebei de landen mee zouden doen, zodat je 2 landen hebt die je kan aanmoedigen. Dus kun jij 5 landen opnoemen die nu aan het WK meedoen, maar die nog nooit hebben meegedaan? Die nog nooit hebben meegedaan? Ja, en die nu wel meedoen. Ja, sowieso Panama. Ja. Oef, hier kom je voorbereid. Panama sowieso, weet ik wel. Daar staat er bij. Eerlijk gezegd, ik zou 1 per 3 niet opkomen. Vind je dat het WK nog een bepaald effect heeft op de Schilderswijk? Kom je zelf uit de Schilderswijk? Nee, ik kom zelf niet uit de Schilderswijk. Ik kom zelf, ben opgegroeid in Spoorwijk. Ja. Wat voor effect heeft het? Ik denk dat de jongeren wat meer te doen hebben. Dat ze wat meer binnen zitten, omdat ze natuurlijk de voetbal kunnen volgen. Maar ook echt effect heeft dat de jongens op een andere manier. Dat is moeilijk om te zeggen. Ja. Zou je het vrouwen-WK ook volgen? Nee. Je interesse niet? Nee, niet echt. Waarom niet? Met alle respect voor de vrouwen. Voor vrouwen zijn? Nee, hoor, helemaal niet. Ik kijk liever de vrouwen dan de mannen in dat opzicht. Dus dat is het probleem niet. Maar ik weet niet. Als je op een bepaald niveau gewend bent qua voetbal, dan valt het anders aan. Maar ik kijk ook niet alle voetbalwedstrijden. Dus als je een wedstrijd kijkt van Barcelona of van Manchester City, wat leuk, dan ga je geen wedstrijd kijken van. Van de Levante of wat leuk, dat is gewoon veel minder aantrekkelijk, omdat het niveau zoveel malen lager is, dat het gewoon onaantrekkelijk wordt. Nogmaals, alle respect voor de vrouwen, ik vind nou trouwens dat er wel een ontwikkeling in zit. Dat het wel nu meer aandacht krijgt. Ja. En terecht, ze hebben natuurlijk de EK gewonnen. Dus dat is alleen maar mooi. Dus het wordt wel, je ziet ook dat de stadions, hè, ze gaan naar het Sparta-stadion, is bijna vol. Voorheen misschien een paar duizend man komen kijken. Dus ze proberen steeds een niveautje hoger te komen om grotere stadions voor te krijgen. Dus er zit wel een boost in, dat wel. Ja. Wat denk je dat de finale wordt? Ik denk toch in Brazilië sowieso dat hij in de finale komt. We hebben buiten ook nog een opdracht voor jou. Dat gaan we volgens mij bij het Cruijffkoor doen. Latjes schieten en dan krijgt hij nu een oortje.